Dames en heren, dan is het nu tijd voor onze eerste gast. Het is een knuffelspecialist en hij weet alles van knuffelen. Ik ga naar de knuffelspecialist. Ik zal zeggen, ik geef je meteen maar een knuffel, want een hand is... We zullen meteen een knuffel ja, geven. Pas op, ja, okay. Een voorzichtige knuffel. Een voorzichtige knuffel. Oké, dat is een voorzichtige knuffel. Ja. Uw naam is? Maarten Gijsels. Ja, neem plaats, ja. Maarten. Dank welkom u, dank bij Debbie en Nancy, Zwarme Wintershow. Ja, ja. Maar jij, en jij bent Debbie, hè? Ik ben Debbie, ja. Nancy, die is even naar het toilet. Ja, die is aan die koelkast zeker. Wat ik wou vragen, waarom zijn knuffels zo belangrijk? Oh, knuffels zijn belangrijk voor iedereen. Voor iedereen? Voor iedereen. Ja, je kan nooit zoveel genoeg knuffelen eigenlijk. Maar voor een baby is het heel goed, want een baby groeit er beter van. Ja. Jonge kinderen. Ik heb heel, heel veel knuffels gekregen vroeger. Heb je heel veel knuffels gekregen? Ja, dat zie je toch? Ja, dat is heel goed. Dus ja, dat groeit ervan. Ja, precies. Jonge kinderen die worden er rustig van, krijgen zelfvertrouwen. Ja. Voilà. Volwassen mensen, dat geeft het veel meer een gevoel van samen zijn. Ja. En voor oude mensen is het ideaal tegen de eenzaamheid. Kijk, en het verlaagt ook nog eens de bloeddruk. Oh, kijk eens aan. En de stress gaat er ook van weg. Dus je kan eigenlijk niet genoeg knuffelen. Je kunt eigenlijk niet genoeg knuffelen. Maar doen we dat wel? Knuffelen we wel genoeg? Goh, het kan eigenlijk altijd wel meer. Ja. Kijk, en daarom heeft VivaBox een actie bedacht. Ja, vertel. VivaBox voor alle 25 knuffels, voor elke 25 knuffels die we geven, geeft VivaBox 1 euro. Zo. Voor een heel goed doel. Make a wish. Ja, en wat voor verschillende knuffels zijn er allemaal eigenlijk? Of is het maar één knuffel die er bestaat? Nee. Er zijn verschillende type knuffels. Ja. Maar kijk, ik kan dat wel vertellen. Ja. Maar we kunnen het ook veel beter samen doen. Hè. Samen doen? Ja, samen doen. Is dat goed? Het begin is altijd dat je toestemming moet vragen. Ja. Want ik heb het wel over gewenste knuffels. Ja, oké. Okay. Niet over ongewenste knuffels. Dus vind jij het goed dat wij knuffelen? Nee. Oh, ja, natuurlijk. Dan moeten we niet aan het begin. Nee, natuurlijk. Kom op met die knuffel. Ja, ik moet even vragen om mezelf ook het ook goed vind. Vind jij het goed? Ja, ik vind het goed. Oké. Ja. Dan gaan we beginnen met de voorzichtige knuffel. De voorzichtige. Die hadden we al eventjes gedaan, maar alleen. Ja? We gaan die nog eens even over doen. Dat is voor een beetje mensen die elkaar nog niet echt goed kennen. Ja, dus voor als je elkaar niet goed kent. Ja. Als je een beetje in je kop zit. Ja. En als je elkaar niet te veel wilt raken. Ja, okay. Ja, dat is een voorzichtige knuffel. Voorzichtige knuffel. Ja. Volgende knuffel. Volgende knuffel. Nu stellen we voor dat wij eigenlijk op vakantie geweest zijn. Met name zijn we geweest? Oh, je bent naar Thailand geweest. Oh. Ja, en je komt terug van het vliegtuig. Ja. En ik zie jou staan en ik ben al te zwaaien. Maar dan ben ik zo ontzettend blij dat ik jou zie. Ja. En dan wil ik jou een stevige knuffel geven. Ja, het is lang geleden. Een heel erg stevige knuffel. Oh, kom hier, Maarten, dat is lang geleden. Ja. Oh, blij dat ik je... Ja. Maar wel een beetje kort. Kort. Want het is... Het is veel, hè, om jou terug te zien. Ja, dat is waar. Ik kan dat niet direct helemaal behapen, snap je? En de volgende knuffel? De volgende knuffel, dat is een gezellige knuffel. Ja, en dat is simpel. Gewoon, kijk. We kijken zo, hè. Naar voetbal, voilà, naar voetbal of zo. Gewoon kijken naar het voetbal. Ja, ja, kijk, voilà. Zie je, we kijken naar overal zo'n beetje. Oké. Okay. Ja, en we knuffelen elkaar een beetje. Ja. Ja, dan moeten we even kijken. Nu zijn we een stel. Ja. Een echt stel. Oké, we doen alsof. Ja, we doen alsof. Ja. Ja. Dan maken wij hier contact, maar ook met onze buikcontact, hè. Ja. Kijk, dan moet ik ofwel op een trapje gaan staan, of moet jij een beetje zakken. Zijn wel Oké. Ja. Dus dat is een intieme knuffel. Dat is een intieme knuffel. Ja. En die duurt lang, hè? Ja. Is dat ja, en dan krijgen we steeds meer zin om nog meer te knuffelen. Zie je? Ja. Dat is een liefdesknuffel. Maar is dat een gsm die in je zak zit? Of krijg je nu echt een gevoel? Nee, dat is mijn gsm, ja. Oh, dat is je gsm, dat is het goed. Ja. Goed. Ja. Ja, kijk. Dat zijn ze. En dan zijn we zo blij. Ja. Ja, dan zijn we gewoon blij. Ja, hè? Ik ook. En dan zijn we zo blij als een kind. Ja. En dan geven we een speelse knuffel. Dat is een speelse knuffel. Zie je? Ja. Dat is een speelse knuffel. En een verschot heb ik ook in de rug nu. Goed, Maarten. Zo gaat het. Het is duidelijk, maar je hebt er net al verteld over de knuffelbox die gemaakt is. Ja, de knuffelbox. Wel, kijk, met die knuffelbox, waar staat de knuffelbox? Daar staat hij, ja. Daar kan je eigenlijk al diezelfde knuffeltypes aan geven. En dan kan je zien wat voor soort knuffelaar je bent eigenlijk. Precies, en dan kan je zien welke soort knuffelaar je bent. Jonas, wil jij eens eventjes gaan uittesten hoe het precies werkt in de knuffelbox? Ja, geen probleem. Ik zei dus nu aan de knuffelbox, dat ziet iedereen natuurlijk dat dit een knuffelbox is. Goed, ik kom in de knuffelbox en... Maar kijk een keer hier. Wie zit er hier in de knuffelbox? Hallo. Ik was verloren gelopen in het gebouw en ik dacht, oh, ik zit hier een roet hart, ik blaf er maar in de beurt. Zal wel iets bedekenen in mijn zeik. José, hoe is het? Ja, goed, wat is het? Hoe is het? Wat is dat voor iets eigenlijk? Jawel, kijk, José, ik zal het u uitleggen. Dit hart zit vol elektroden
En die voelt dus hoe jij knuffelt. José, als er nu iets is... Ik zal van doodgaan van die elantriek dat erin zit of dat, dat weet ik niet, José. Dat gaan we eens proberen. En ik moet dat kussen aanraken, of jij wat? Moet dat kussen aanraken, José. En wie heeft er allemaal opgezeten op dat kussen? Ik mag er niks over zeggen, José. Want is dat mayonaise dat hier aanplakt of is dat dit anders? Dat was van zijn tube. En wat meet het dan? Wel, kijk, zo... José, dus je moet hierop staan. Voilà. Ja. En dan pak gelijk dat geknuffeld, José. Maar ik, goed, ik en dan gaat er nu een licht branden in de knuffelbox. Ik ben toch niet bij, zeg, hallo. Ja, doe het dan, José. Allee, een knuffel. Ja, en kijk hem niet van langs zou blauw, nee, wacht. Het verandert van kleur. Het is dus nu een... is het paars? Meneer, is het paars? Wat denkt u? Ik paars. Het is paars? Het is paars. Goed, paars, dat wil dus zeggen... Mag ik hem loslaten? Ja, José. Dat wil dus zeggen dat het... Dat zij, José, dames en heren, een gezellige knuffelaarster is. Ja, een applaus daarvoor, dat vind ik goed. Dan moet je eens tegen die van ons gaan vertellen dat ik een gezellige knuffelaarster ben. Goed, wij gaan hier nog even verder met knuffelen. Maar de oproep geldt nog altijd. Kom met een pot mayonaise naar de... kom met een pot mayonaise. Maar is het wit? Wat wil dat zeggen? Een hele koude knuffel. Kom met een pot mayonaise naar de Waalse kaai, of de Vlaamse kaai liever... in Antwerpen en win misschien een ijskast. Oh ja, de pot mayonaise. Ja. Sorry, moet er vandaar. Een ijskast. Goed. José, tot zometeen. Ik ga ook nog even knuffelen. Over terug naar jou, Debbie. Goed, vertel me. Stel even wachten. Het is voor een goed doel. Het is voor een goed doel. Ja. Het is voor Make-A-Wish. Ja. Hè? Dat is voor iedereen bekend, denk ik. Hè? Ja. En door te knuffelen in de knuffelbox... kun je daaraan deelnemen? Ja, en wat gebeurt er dan met dat geld? Met dat geld, dat gaat naar Make-A-Wish. En die knuffelbeurt... Ze willen 250.000 knuffels verzamelen. Dat is veel. Voor 1 januari 2013. Dat is niet zo'n probleem. Want kijk, we zijn er hiermee begonnen. Ja. Hey? Dan wordt het Sint-Niklaas. Ja. Ja. Dus het is, en dan wordt er heel veel geknuffeld. Het is de beste periode om te knuffelen. De beste knuffel. Vertel nog snel even de website. Waar kunnen mensen terecht? Want die knuffel... Give a hug. Give me a hug, baby. Yes. Geef hem een applaus, dames en heren. Martin Gijzel, de knuffelspecialist. Bedankt, Martin. Dank u wel.